Nummer 3. Wacht, wacht, ik zoom even in. Dit is een mooie zilveren. Nee, nee. Oh! Nu hebben we natuurlijk waar niks gezegd. Morgen! Goedemorgen jongens! Goedemorgen. Met wie zijn we, Nick? Maastricht. Samen met Sven en Koen. Yes. Goedemorgen jongens! Waarom moest het zo vroeg? Ja, ja, slapen. Dat vroeg ik mezelf ook altijd af. En? Wat hebben we, meneer Brian? Wij hebben met Supermagneten, hebben ons 3 magneten gesponsord om te testen. Wow! En nu gaan wij niet te dichtbij. 1, 2, 3. En ze dachten, wat is nou beter dan Sven en Koen hebben dan nog niet vaker gemagneetvist. Nog nooit. Nee? Nooit. Om hun te laten testen. Ja. No. Ja. Hoeveel kilo's zijn ze eigenlijk? Dat weten we niet. Dat gaan we uitvinden. Hij krijgt een... Nou, sterk. Voor zo'n klein jochie zijn ze al sterk. Echt? Ja. Kom jongens, we gaan... Jongens, weten jullie wat hier verboden is? Je mag niet... Niet brommen. Kijk, dit is één van onze gesponsorde magneten. Er zit geen oog bij. Maar zo promoten ze hem op de site. Dus ik dacht, we gaan het eens zo testen. In plaats van dat we een oog op gaan zetten. Dan moet je touwen dus doorheen halen. Knopen die maar gaan terugtrekken. Voor de zekerheid heb ik aan elkaar gesmolten. Maar zullen we eens een blikje nemen? Of hier meteen... Gooi hem, gooi hem. Zal die loskomen, denk je? Ik denk het wel. Ja, eerste worp los, dat is bijna garantie. Hij gooit hem gelijk hier tegenaan. Dit was onze eerste vondst. Ja, oh? Draadstaal, jongen. Draadstaal. Krijg je hem nog los als ik hier tegenaan hou? Ja, ja hoor. Deze krijgen we. Ja. Hij trekt Nu met de vingers ertussen. Hop. Ah, oké. Okay. Maar hij is wel sterk hoor. Hij trekt je echt erin. Dat heb je gevangen, Nick. Bezig met een bureaustoel. Maar dit houdt hij natuurlijk nooit vast aan dat... Oh, welkom, kom, kom! Ah, pak de grappling ook dan. Ja. Dames en heren, dit is een hele mooie dredge haak. Voor als je bijvoorbeeld een bureaustoel hebt met magnetische wieltjes van plastic. Oh. Dan kan je hem zo heel mooi uitklappen. Dan kun je hem zo lokken. Oh! Er staan wij al 1 bureaustoel voor, hè? Oh, kijk eens! Kijk! Oh! Dat is wat een goede dredge haak dus kunt doen, hè? Het is veel te zwaar, want die kussen zit vol met water, toch? Ja, hij is hartstikke zwaar. Zet maar daar neer, voor het museum. Eén fiets. En de vraag is altijd, hoe worden jullie altijd zo vies? Ja, ik snap niet hoe je schoon kan blijven. Ik heb iets. Wat heb je? Hij heeft een haak, iets groots. Ja? Wat heb je dan? Ah. Wat is het? Hij heeft zichzelf gevangen weer. Hij heeft een mesje. Ligt er wel een tijdje in, hoor. En dan denk ik een nieuwe. Dit is rot. Nou ja, leuk toch? Van thuis. Zeker iemand mee gechookt. Ja, misschien heeft iemand wel gewoon zijn appel ermee. We hebben de autobahn. Ja joh, gooi niet. Rol hem die kant op van de dingen. We hebben alweer een dubbeltje. Voor koningin Beatrix. Jongens, en dan stoeien met een step. We hadden ook al een tang. Het is deel knopen, deel 18 met Brian. Ik loop 3 meter vanaf die brug naar hier naartoe en hij zit er nog erger in de knoop dan hij ooit is gegooid. Hier, kijk. Nou, nah, maar je bent er wel goed in. Kijk, soms moet je gewoon denken, fuck it, ik laat hem erin. Kijk, die jongens vermaken zich. Ja, wat die jongens hebben gevangen. Ja, ze gaan niet mijn specialiteit nu en even denk ik overnemen. Normaal vond Brian altijd ik stepjes. Ik ben van de stepjes. Hey, Koen. Mijn specialiteit. Kijk dan. Hop, hop. Kleine, alles. Ja, deze doet het wel, hoor. Ja, die is goed, hoor. Die kan je zo inpakken voor Sinterklaas. Ja. Wat heb je, Brian? Hoe? Nee. Hij zit in een plastic tas. Ja, nou, dat is... In een plastic tas hebben ze iets gedumpt hier, hè? In een plastic tas iets gedumpt? Ja, ik zag dat er een plastic tasje mee zat. Het lijkt op een wielklem, maar dat was geel. Kijk, zie je? Dat is die zak. Oh ja. Kijk even. Wow! Is het een wielklem? Ja. Ja! Zet hem op de auto. Zo! Hoppakee. Die is wel gaaf. Kijk, ja. Zit in deze zak. Echt?
De benzine ligt er al meer langs de kant, dus makkelijk dumpen, kijk. Kijk, daar hoeven we niet meer te betalen. Hoezo zouden ze zo'n wielklem dumpen? Ze hebben hem afgezaagd en dan snel, kijk. Oh, is die afgezaagd? Ja. We hebben hem van de auto gehaald en hebben hem in het water gegaan. Wat een bazen. Wat dan? Kom. Wat heb je? Wat is het? Wow! Nee joh! Wat is dat voor gun? Maar is het echt? Ja. Wow! Zo! Is hij echt? Dat weet ik niet. Is hij zwaar? Hij voelt echt, hij voelt als metaal. Oh, die is wel echt. Nou, dan Oh. Ja, kijk. Ja, hij voelt wel heel erg, maar wat een kleintje joh. Wat een kleintje. Maar fucking dik hè, Nick? Ja, een wielklem hadden gevonden. En een wapen. Ja. Pas nou op met aan dingetjes zitten. Ja. Ik dacht, hij maakt een grapje joh, met een wapen. Natuurlijk niet. Nee, helemaal gezien joh. Ik had hier niet stuk maken joh. Sven en Koen zijn master plastic dippers. Full dippers. En ze gaan hem goud dippen. Is wel vet, zullen we dat doen? Ja, en dan in lijst zo'n playbutton. Ga je door. Wow. Meteen. Een vlaggetje met de nummer 5. Want op nummer 5 woont een... Lekker wijf. Nou, zet hem in de onderdoel zo. Oh! Wow! Oh! Nee, een wapen! Oh shit! Kan alle mensen komen meteen kijken? Nee. Zo! Zelfde! Het is... Nee, andere. Hij is wel een andere. Staat wat op. Oh shit. Oh, het is mijn naam. Die heb je gisteren gedumpt, of niet? 9 millimeter. 9 millimeter. Brian, kijk dan. 2 stuk. Dat is dezelfde pik. Nee. Hij heeft hem in een doosje. Hier staat die al was zijn hand van toch stuk. Oh ja. Mag er zijn eruit. What the fuck, pik. Ja, dit is wel ongeveer een goeie. Nou, gaan we deze voor een strijk, jongens. Dat is normaal, joh. Oh. Maar zelfde allemaal, plek weer, hè? Uit die zak gevallen dan, joh. Die dat zou kunnen, hoor. Ja, die zak was hier al. Echt? Speel ze hem die op de kast zetten. Nee joh. Mark! Kijk. Oh, was ik al die tijd aan? Ja, wacht er gewoon. Graag. Wow. Een brief opgerold in een stalen kokertje. Dat kan alleen maar mooi zijn. Daarvoor riep ik je. Ja, ik was even bezig, we weer allemaal mooie dingen vonden daar. Oh! Wat is het? Een parkeerschatkaart, een platte grond. Maar waarom zou je dit nou in het water gooien? Summer Salvation, Sensation. Als je dit vindt, park dan gaat het entree. Park your bike, designated. Als je pech met de auto. Ik had een heel klein beetje een lege accu gewoon. Ik had de verkeerde locatie. Had je al gezien wat we gevonden hebben? Ja. Oh. What the fuck, joh. Ik had de verkeerde locatie gehad van iemand. Oh, was ik dat? Heb ik gewoon vanaf 9 uur staan wachten. Sorry. Muziekje aan. Maar ik zeg, kom even halen. We gingen net die intro doen. Water is opgelost, accu nog leeg. Wat? In die kantine, in die keet. Oh, een mooie lens heb jij wel. Iets groter denk ik, hè? Ja, ietsjes. Daar past die hele camera in, joh. Ja, zo. Dit is hem wel, hoor. Wat heb je dan? De vondst van de dag. Wat zijn Dr. Dre beats, you know? Gruwelijk. Moet een mooie zijn geweest. Nummer 3. Wacht, ik zoom even in. Dit is een mooie zilveren. Nee. Oh. Wow. Oh. Zo. Dit is, oh mijn god. Hé, daar is mij geschoten. Ja, die is... Yo. Deze ga ik niet inleveren. Zo! Oh, dit is een nieuwe! Dit is een neppe. Dit is een alarm. Dit is een neppe. Is deze nep? Ja. Kijk maar, het heeft wel kunststof. Allemaal kunststof. Kijk dit is maar, kunststof. Deze is BB gun. Is het BB? 100%. Ja, met dit... gas? Ja. Misschien kan ik er wel mee schieten. Jongen. Kijk dan! Dat popo maar op, zeg maar. Nou jongens, nummer 3. Vangt hij even uit de sloot weer, hè? Het is mijn dag een beetje, jongens. Ja, nou, normaal vang jij helemaal nooit wat, Nick. Nou, meteen even bijzet op iets daar. Ja. Plastic, ja. Wat met de makreel erbij? Ja, met de makreel erbij. Tuurlijk met de makreel erbij. Kom, die erachter. Oh. Wil je laten horen, Brian? Oh ja. Ja, maar toch? Wij vinden er gewoon even 1... 2, 3. Deze is wel fresh. Ah, is wel verrot. Een beetje. Goedemiddag, ben ik schoon? Deze is nep. Okay. Hij is plastic. Hij ziet er wel heel... Zijn die water eigenlijk bijna. Die zijn wel echt, maar dit is airsoft.
Maar ik denk dat ze deze ook mee gaan nemen. Ja, ik denk het wel, dat mag ik zeggen. Oh, de politie is op raar. Wat moeten we doen? Ja. Wat zegt de politie? Hij zegt dat je zwarte vingers hebt. Echt? Hier, Bruin, doe jij maar. Het duurde wel lang. Hoe lang heeft het geduurd? Anderhalf uur of zo? Ja, zoiets wel, ja. Maar geef niet. Nee. We hebben er wel eentje extra gevonden. Zijn er nu drie? Ik gooi de magneet. Het zijn alle drie ondertussen. Ik gooi de magneet in het water. Film een beetje naar beneden. Komt er een pistool mee naar boven. Ja, dat is schrikkelijk. Nou, valt wel mee hoor. Maar, We zijn wat gewend. Maar dit is een nieuwe hoor. En die andere twee zijn we echt, denk ik. Ja, die zijn echt wel. Bij deze staat ook 9 mm hier. Ja, ik zie het. We noemen dat zoiets een ladykiller. Ja? Daar hoorde ik net ook iemand zeggen. De kogels zijn te klein voor de man. Ja, klein formaatje, past in een vrouwenhand. Ja, dat zijn Mark, zei het. Ja. Nou ja. Dus als jullie nog een uurtje later waren gekomen, dan hebben we misschien nog wel eentje gevonden. Bellen opnieuw terug. Ja. Vertel, bro. Ja, het is allemaal fout gegaan. Wat is fout? We zouden eerst bellen bij eentje, toen hadden we er twee en toen hebben we er drie. Dus nou, Mark is nu bezig met nummer vier. En we hebben er hier al drie gevonden een keer. Dus hoeveel zitten we dan? Zes. Hebben we er al zes hier gevonden? Nee, je zegt het verkeerd. Sas. Sas? Ja. Sas. 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 De politie neemt nu alles in beslag. Hoe noemen jullie dit? Bewijszakjes? Ja, bewijszakjes. Geef het een naam. Op hier is dat. Dit is net zo'n broodje, zo'n zakje van de bakker toch, als je luxe broodjes haalt. Stokbrood. Ja. Nou ja, je zou van opkijken als ze mijn croissantje hierin heeft gezeten. Ik denk dat die waarschijnlijk ook wel weg zullen gooien, maar we kijken wel even. Ja, neem maar mee, wij doen er niks meer mee. Nee, drop joh. Dus ja. Ja, dat is wel een leuke hobby gewoon. Dat je echt van alles wat we natuurlijk naar boven kan halen. Het is leuk sowieso omdat je natuurlijk, ja, je ruimt al op, dus dat is al goed. Yeah. Ja, daarnaast, het is iedere keer een verrassing. Ja, ja, precies, je krijgt altijd leuke reacties op YouTube, of je nou dit vindt of een stepje. Ja. Dus het is gewoon grappig. We zijn de Febo aan het zoeken. Ja, hij zit hier. Ik sta nu naartoe te kijken met mijn telefoon, zegt hij. Ja, nou, zie jij de Febo? Ik sta er. Daar is het hoekje, daar is hij. Waar? Echt? Kijk! We lopen al een half uur, weet je niet waar het is. Ja, ik vind dit leuker dan magneten. Wat gaan jullie bestellen? Heel veel. Alleen maar lekkere dingen. Ik heb al coletjes. We hebben geen mosterd. Hier niks. Hele leven. Hier neem ook een koketje. Een fles wijn liggen. Jij weet nog wel denk ik welke dit is. Oh, dus die gore. Die nooit halen mensen. En hoe oud die brug is. Hoe oud is die brug, Bruin? 1914. Maar hier lag die bajonet. Bij de kant? Ja, bij de kant. Je zal er wel wachtpost in dit huisje hebben gezeten, denk ik. Maar dan niet. Wat? Oh mijn god! En al je touwen er ook nog bij! Ja, doe het pak maar aan! Oh, ik ga naar huis. Wat is dit? Dit vind ik, dit is niks een superworp geweest. Er gebeurt alweer van alles, ik hoop dat we weer mogen. Wat een mooie skaak. Oké, de jongens staan daar op het hoekje. Bij jou hoeren, niet veel magneten. Ik heb Brian dat natuurlijk alweer een slot gevisserd. Kijk, als je al die sloten die je vindt hier al aan elkaar doet. Voor mij heb je dan vanaf hier tot en met de hele wereld rond aan sloten. Ja. Dit muntje, maar ik ken hem niet. Ja, je kent hem ook niet, hoor. Ja, dit is allemaal kluis. Wow, wat heeft hij? Wat zal Brian hebben? Wow, dit is een fucking mooie hem nog. Dit is een luxe. Wow, die spaken zijn wel helemaal goed eigenlijk. En een sok erop en een shirt. Wat is dat voor iets, vies? Het is een babyfietsje met een super grote bel. Nou, hebben we toch weer een kindje blij gemaakt. En ik ben alleen maar heen en weer aan het lopen, want ik loop van die kant van de brug, loop ik elke keer naar deze kant van de brug. Want ja, we hebben elke keer wat. En ik blijf maar lopen de hele dag. Maar wat hebben we gevonden, jongens? Kijk maar. Wat is dit voor mesje, joh? Wow. Alle kleuren van de regenboog. Wow. Pas op, ze zitten los. Hij sprong open in mijn handje. Hij sprong open in zijn hand in één keer. Pats! Helemaal aan elkaar. Yo! Dus iemand is hier getjoekt met heel prettige kleuren. En als de politie komt, zeggen je wapen mag niet langer zijn dan je eigen hand. Dan kan je gewoon zeggen, oké, is goed. Ja. Oh, ja, is goed. Zegt hij dan. Het Brian is daar alweer aan het verkleden. Ik ben nu al 8 keer heen en weer gelopen.
Ik ga jouw rug even klikken dan. Wow, het pasje is gegoten. Waar heb je dat vandaan? Wat? Je pak. Mijn kuip is nautic. Mijn kuip is nautic. Ja, je zit er wel op met je voeten, voel ik. Wat is dat? Een boot. Motor. Scooter? Oh, ja, scooter. Ja? Kijk, we hebben alleen maar belletjes. Brian is een trekkende grappling ook. Hier komen steeds meer bellen. We denken dat het een dikke motorscooter is. Ja, lekker echt. Wat hebben ze gevonden? We hebben een kromstraatje. Echt, hoe kan die krom zijn gaan? Ja. Kijk eens jongens. Yes! Wat heb je gevonden, Nick? Vijf broodjes kroketjes. Laat zien. Ik snap dat ze hem weg hebben gegooid, want ze hebben geen frontje op. Nee, echt een batterij in. Ja, dat je kan op de markt een nieuw simkaart. Zeg maar aan de lobby. Gooi die grappling ook. Heb je een kopje koffie voor ons? Koffie. Kom even. Allemaal terug. Koffie, koffie alsjeblieft. Eén kopje koffie. Gaat hij keren? Hij gaat keren of niet, hè? Geen koffie? Ja, koffie, kom. Ja, wel. Pik, ze beginnen opeens te rennen. Zeker dat hij komt. Gaan we erin? Ja, kom. Ja, je moet ook niet op de touw blijven. Kom, alsjeblieft. Koffie. Hij gaat echt niet meer keren, hoor. Je weet het toch niet, pikje. Je mag toch af en toe hopen. Ja. En nu gaan we het zeggen. Als jullie dat bootje zien, nooit met hem meegaan. Ja, nooit. Dat is zo'n enkel. Ja, nooit. Ja. Even toch weer een schepje. Ik heb of schepjes, of schepjes. Iets in de richting. Altijd schepjes, eigenlijk. Schepjes. Kijk, Nick gaat een superworp doen. Live Redbal, Freek Vonk en ik zie allemaal wilde mensen beneden. Dokter Brian. Microfoon aansluitingen. Ja. Hoe let je? Hoe komt hij er nou weer in? Aapjes leren klimmen, jongens. Ja. We hadden natuurlijk 3 magneetjes gekregen. Is toch leuk voor de jongens om mee te nemen. Kom, we gaan schrijven. Heren, willen jullie ze alle 3 gezellig mee? Och, waarom niet? We zijn als eerste aan het inpakken. Ja, nou, dat was weer magneetvis in Amsterdam en dat was super gaaf. Dat was heel gaaf. Ja, 3 wapens. 3 wapens, politie, fietsen, ellende, bende. Kleurenmens. Die hebben we niet uit het water gehaald. Kleurenmens. Die was echt mooi. Die was echt mooi. Maar dan hebben we nog 1 vraag voor de mensen. Abonneer voor meer. Waar moeten ze dan drukken? Denk hier ergens. En een like en een duimpje. Ja, Mark's gezicht. En daar ook, dat is een ander filmpje, dit is een ander filmpje. Was super gaaf dat jullie er mee waren. Ja, hartstikke bedankt. Echt leuk. We doen nog een keer dunnetjes over, maar het moet even wat warmer zijn. Dan kunnen we het Tweede Wereldoorlog spelen. Ja! Dus gaan we granaten en bommen zoeken. Ja, bommen, granaten en wapens. Maar ja, dan gaat de camera kapot, denk ik. Ja, die is waterdicht dan. Ja? Dan is je waterdicht. Neem een GoPro's mee. Nee, dat is echt een aanrader.